We zijn vandaag bij sportschool Body Dynamics, waar wij onder andere de fysiotherapie en de osteopathie ook verzorgen. Vandaag hebben we een persoonlijke begeleiding en train ik Max met niet aangeboren hersenletsel. Wat ik zo mooi vind aan Body Dynamics is dat ze verdieping doen in eigenlijk een patiëntencategorie. Dus patiënten die bij ons vandaan komen en hier komen sporten sluiten perfect aan op het sportprogramma. Omdat de trainers hier ook die verdieping hebben gevolgd die je nodig hebt om die patiënten te kunnen begeleiden. Wij doen heel erg ons best om ons neer te zetten als een goed gezondheidscentrum, hè, waarbij we echt wel de kennis hebben op specifieke doelgroepen. En daarom zouden we heel graag willen dat de zorg, maar ook zeker de eerste lijn, de inzichten ook krijgt van hey, we kunnen beter met hun samenwerken. Hè, dus dat de overdracht ook van specifieke doelgroepen beter gaat verlopen in de toekomst. Als we kijken naar de toekomst, dan denk ik een verdieping vanuit de fitnessinstructeurs in de zorg. Dat tilt het sporten naar een hoger plan. En daarmee ontziet het ook een deel van de zorg.